iedereen, welkom bij een nieuwe video. Ik ben bezig met een diamond painting. Ik hou heel erg van kleuren, maar soms ben je niet helemaal in de mood om te kleuren. En ik wilde er ook nog iets anders bij om te doen wat betreft crafting. Dus ik heb deze diamond painting besteld op bol.com bij Hobby Cave. Een luipaard, vierkante steentjes en deze light pad heb ik gekocht bij de Action. Ik zal dit light pad ook eventjes onderin de beschrijving proberen te linken en als dat niet lukt, dan zet ik hem wel onder aan mijn video. Dit zijn de vierkante steentjes. En ik vind het heel erg leuk om te doen. Heel wat anders dan kleuren. En ik kleur nog steeds. Want alles wat ik heb gekleurd video van deze maand ga ik hierna opnemen. Of morgen. En dus de ene keer doe ik diamond painting en de andere keer ga ik kleuren. En zoals je ziet is het helemaal niet moeilijk. Je doet een beetje wax in je pennetje. Dat is dit roze spul. En dat doe je in je pennetje, waardoor je de steentjes makkelijk kan oppakken. En doordat ik natuurlijk niet altijd goed licht had, dacht ik, ik ga deze light pad aanschaffen. Waardoor de icoontjes veel beter in beeld komen en waardoor het veel makkelijker is om de icoontjes te zien en het diamond painten ook sneller gaat. Ik vind het echt heel leuk om dit erbij te doen. Kleuren blijft altijd nummer 1, maar als ik daar geen zin in heb, dan kan ik altijd mijn diamond painting maken. Dit is een A3 light pad. Je hebt ook een A4 light pad. Maar ik wilde eigenlijk per se een A3. Deze heeft 3 standen. En wat erg prettig is. Je hebt ook diamond paintings met ronde steentjes. Die zijn iets makkelijker om te doen. Maar ik heb wel begrepen dat het vaak met vierkante steentjes wel iets mooier aansluit. Hoe gaat het met jullie? Hier gaat het vrij goed. Mijn dochter kan elk moment het kindje krijgen. En ik ben eventjes thuis. Ik vermaak me eigenlijk wel prima. Ik ben lekker aan het diamond painten en aan het kleuren. Wat ik eigenlijk wel het liefste doe. En bij Hobby Cave heb je heel veel verschillende diamond paintings. Ik vind het sowieso altijd wel prettig om op bol.com te bestellen. Omdat je het dan de volgende dag in huis hebt. Althans, sommige dingen zijn wel iets duurder bij bol.com dan bij Amazon. Dus dat. Ik vind het leuk om nakleuren diamond painting te doen. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat jullie leuk vinden voor hobby's naast kleuren. Ik ga het even herhalen, want er zijn ook wat
Engelse fans die meekijken. I like next to Colin diamond painting. And I'm curious what you like for hobbies than only Colin. Sommigen hebben diamond painting, sommigen hebben schilderen op nummer. Misschien zijn er ook wel andere hobby's die jullie doen of andere dingen die jullie leuk vinden. Ja. Meestal praat ik Nederlands in mijn video's, helemaal Nederlands, net natuurlijk even Engels. Ik probeer wel steeds meer video's op te nemen in het Engels, maar dat wil niet altijd lukken. Mijn dochter is vorige week 19 geworden. En we waren bezig voor haar verjaardag te vieren. En toen begaf mijn wasmachine het. Nou, niet echt handig. Hij gaf aan dat er een lekkage is. Dus de monteur is geweest gisteren. En er zit een gaatje in de slang van de wasmachine. Waardoor waardoor de wasmachine zijn water niet weg kan pompen en eigenlijk voor een deel vol loopt met water. Dus ja, ik moet zeggen dat ik daar niet zo blij mee ben, maar de monteur heeft het besteld. Het komt volgende week dinsdag. En dan komt hij langs en dan kan ik hopelijk mijn wasmachine weer gebruiken. Nu is het erg behelpen. Maar ja, dat komt ook wel weer goed. Maar mijn dochters verjaardag was heel erg gezellig. En een dag daarna heb ik lekker mijn eigen dingen gedaan. De dingen die ik leuk vind. En ik denk dat dat ook vaak wel het beste is. De dingen doen die je leuk vindt. En genieten. En je energie geven aan dingen die belangrijk zijn. En niet aan dingen die onbelangrijk zijn. Als jullie het leuk vinden, wil ik wel wat meer diamond paintings laten zien op mijn kanaal. Dus laat dat even weten onderin de video of jullie dat leuk vinden. Dus ik ben nu lekker bezig en dan ga ik straks serie kijken. Dan is het bij jullie ook zo koud en regent het. Ik weet natuurlijk niet hoe het is in Amerika of Spanje. Is het in Amerika also cold and rainy or snow? Just like in the Netherlands. En
is echt gewoon niet leuk meer. Ik bedoel, ik hou van kou, maar... En ik hou ook echt wel van regen. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar niet als ik op mijn fiets buiten op de fiets zit en ik moet er doorheen. Nee. Dan vind ik het echt minder. Dan ben ik helemaal niet zo blij met dit weer. En dan zit ik eigenlijk liever... thuis voor de kachel. En ben ik lekker dit aan het doen. Of aan het kleuren. Ik hou echt wel van die donkere dagen en van de herfst. Ik ben eigenlijk meer een herfstmens en meer van dit weer dan een zomermens. Lekker aan het painten of aan het kleuren. Lekker met een dekentje. Of lekker met een dekentje en een kop thee op de bank. Lekker kijken. Maar de zomer vind ik wel leuk. Maar ja, dan is het weer te warm. Maar ja, zo hebben we altijd wel wat te klagen. Ik bedoel, in de zomer is het te warm. In de winter is het koud. Dan sneeuwt het weer. Dan is het weer glad. Dus zo hebben we altijd wel wat om te klagen. Ja. Het is nooit... goed. Nee. Nooit. Of als het hier sneeuwt. Of een blaadje op het spoor dat gelijk de treinen niet meer rijden. En dan ben je in Oostenrijk of in Canada. En dan rijden de treinen nog gewoon door met sneeuw. En hier maken ze een probleem van een beetje gladheid en een beetje sneeuw. En als er één blaadje op het rails ligt, ja, dan moet gelijk het hele spoor afgesloten worden. Ja. Ach ja. Typisch iets voor Nederland. Ja, ik hoop eigenlijk dat het nog even niet gaat sneeuwen. Ofwel, volgens mij heb ik wel een beetje sneeuw gehad, maar dan natte sneeuw gelukkig. Ik wil niet sneeuw hebben die blijft liggen. Nee, dat mag met kerst. Met kerst, ja. Want dan hoeven we toch nergens naartoe. En dan mocht het van mij heel erg gaan sneeuwen. Ik vind een iPad echt een uitkomst, want ik zie echt de icoontjes veel beter. En het painten gaat ook ja, niet echt sneller, want ik paint niet zo heel snel. Maar je kan wel doorpainten, omdat je de icoontjes beter ziet. We hadden ballonnen neergehangen. Voor mijn dochters verjaardag en ons jongste poesje Nala, die ook het ondeugendste is, vindt de ballonnen erg leuk. Is erg aan het spelen met de ballonnen. En aan het kijken hoe ze ze van de muur af krijgt. Ik heb ze nu al een tijdje niet gezien. Dus ik denk dat ze aan het slapen is. Totdat ik straks roep eten. En dan is mevrouw wel de eerste die voor me staat. Want ze is nogal geobsedeerd met eten. Ja, niet alleen zij, daar is ze nog één.
ben benieuwd hoe ze straks gaat reageren als ik dit zeg. Ik ga dit nog doen en dan ga ik deze video afsluiten. Het is een korte video. Geen kleuren en praat nu, maar diamond painting. Ik vind het erg leuk. Dus ik denk als deze af is dat ik er nog eentje ga aanschaffen. En zijn er hier meer mensen die diamond painten? En welke steentjes vinden jullie het fijnste? De ronde of de vierkante? Oh, dat gaat niet. Want ik vind het soms nog wel eens lastig om te kiezen. Welke steentjes? Ik heb nou een vierkante. Maar ik hoor ook van heel veel mensen dat... rond net wat sneller paint. Maar die vinden ook heel veel mensen niet mooi aansluiten. Dus wat is jullie ervaring daarmee? Nou, dit is de diamond painting die ik aan het maken ben met de light pad. Ik ga de light pad even proberen te linken onderaan mijn video. Als ik hem niet kan linken, dan schrijf ik in ieder geval de naam op en uit welke winkel die komt. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als jullie meer van deze video's willen zien van het diamond painten, laat het dan even weten. Want ik vind het wel heel erg leuk om het erbij te doen. Abonneer je op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent. Doe even een duimpje omhoog. En tot de volgende keer.